Oh, dus jij hebt een nieuwe Nvidia videokaart weten te bemachtigen. Tenminste, ik hoop het voor je. Je installeert hem. Je ziet opeens in jouw favoriete games een nieuwe optie staan. DLSS. Je klikt het aan. Oh shit. 40 extra FPS erbij. Nice! En je kijkt er nooit meer naar. Nee, hold up. Vandaag ga ik jullie uitleggen wat DLSS nou precies betekent. En waarom het zo goed werkt. Let's go. Onze PC's, zoals jullie weten, bestaan uit allemaal verschillende componenten die met elkaar samenwerken. Een groot onderdeel van de gamingprestaties is de videokaart. Heel veel mensen die focussen zich op de videokaart, omdat daar de meeste berekeningen worden gedaan om uiteindelijk dus hogere frames te krijgen en dus jouw gameplay ervaring te verbeteren. Deze markt die staat nooit stil. Er zijn altijd wel nieuwe features en in de laatste jaren zijn daar nog een aantal extra features bijgekomen. De Nvidia videokaarten die maken gebruik van CUDA cores. Ik noem het gewoon CUDA cores, oké? Deze CUDA cores kunnen wij zien als een groep studenten. Een groep studenten die goed zijn in veel verschillende soorten vakken en die berekeningen kunnen maken. Dus ze maken allemaal verschillende berekeningen, zodat wij uiteindelijk betere frames krijgen in onze games. Maar laten er nou net twee extra vakken zijn op dit moment. Ja, raytracing en DLSS. Die oude studenten die kunnen dat niet helemaal lekker meer. Dus we hebben een groep specialisten nodig om deze specifieke berekeningen te maken. En dan kijken we dus naar wat videokaarten tegenwoordig hebben. Dat zijn raytracing cores, daar gaan we een andere keer over hebben, en tensor cores. En deze laatste, dat is nou precies waar DLSS zoveel gebruik van maakt. Want deze tensor cores zijn heel erg goed in deep learning. Deep learning heb ik gebruikt in de luchtvaart. Ik was een engineer in de luchtvaart en daarbij werd deep learning gebruikt om een tool te ontwikkelen zodat wij precies konden zien wanneer een bepaalde vliegtuigmotor ging falen. Wij wilden voorkomen dat er heel veel kosten werden gemaakt voor een vliegtuigmaatschappij, dus werd er zo'n tool gebouwd. Deze tool maakte dus gebruik van deep learning met heel veel verschillende data en bracht dat bijeen. En op een gegeven moment kwam daar een soort uitkomst uit van hey, jouw motor gaat waarschijnlijk een olielekkage krijgen. Of deze gaat falen met een blad wat wordt afgebroken, want we zien deze temperaturen stijgen en dat hoort weer bij dit en dat hoort weer bij dat. En dat gooide hij allemaal bij elkaar om dus uiteindelijk een conclusie te geven van hey, we hebben iets voorspeld, haal je motor eraf, want het gaat heel veel kosten als je dat niet doet. En hoe verhoudt dit zich nou tot en met de gaming-industrie van vandaag? Want dat is natuurlijk belangrijk wat wij willen weten nu. Nou, deze deep learning, dat zit hem eigenlijk ook al in de naam. Want namelijk DLSS betekent Deep Learning Supersampling. Oké. Deep Learning Supersampling. Nog nooit van gehoord. Jawel, dat is DLSS. Dat is die optie die je elke keer aanklikt. Er is een supercomputer bij Nvidia die heel veel van dit soort berekeningen maakt. En dus uiteindelijk deze deep learning steeds aan het voeden is met nieuwe informatie. Nvidia, als jullie nog zo'n supercomputer over hebben, ik denk dat ik hem wel goed kan gebruiken om wat meer FPS te krijgen in Escape from Tarkov. Wij hebben niet allemaal een supercomputer thuis, maar we hebben wel die tensor cores die zitten dus in onze videokaarten van vandaag. En deze cores die kunnen dus precies deze AI berekeningen maken, waaronder met DLSS. Als wij DLSS aanzetten en we zetten hem bijvoorbeeld op performance mode, wat er dan gebeurt in de game is dat hij zich gaat afspelen in een lagere resolutie. En een lagere resolutie, ja, dat weten we allemaal wel. Tenminste, ik hoop dat je dat onderhand wel weet. Een lagere resolutie, dat houdt in dat er minder berekeningen nodig zijn, minder rekenkracht. Dus we kunnen in één keer heel veel meer FPS eruit pompen. Alleen het nadeel van een lagere resolutie, 27p, niemand game meer op 27p. Want als wij dat zomaar zouden afspelen op onze 4K of 1440p schermen, dat zou er echt heel erg muf uitzien. En dat willen we liever niet. We willen crispy clear beeld met ook nog eens hogere FPS. En hier, bam! Kikt in één keer die Tensor Core in. Holy shit, Tensor Core, kicking in the door. Ik ben er, ik ben aanwezig om al deze berekeningen te doen, zodat jij opeens op een hogere resolutie mooie beeldkwaliteit hebt en ook nog eens hogere FPS. En dat is precies hoe DLSS nou uiteindelijk werkt in combinatie met de Tensor Cores in jouw videokaart. Ben jij benieuwd van, hey, ik weet eigenlijk niet zo goed hoeveel Tensor Cores er in mijn videokaart zit? Dat kan je heel makkelijk opzoeken met ook het linkje in de beschrijving. En op elke website eigenlijk waar jij een videokaart kan opzoeken. En dan kan je precies zien hoeveel van deze cores er in jouw kaart zitten. En hoe goed jouw kaart deze berekeningen dus aan kan. En het is wel vet omdat er steeds meer en meer games uitkomen die gebruik maken van deze technologie. En we zitten nu nog pas echt aan het begin van deze movement, moet ik zeggen. Een nieuwe movement
om dus ons gamers heel veel verschillende mogelijkheden te geven om onze frames te boosten en om ons uiteindelijk de kans te geven om een keer wat gasten in hun kop te jagen in Call of Duty bijvoorbeeld. Want die shit blijft nog steeds heel lastig voor deze man, you know? Ik kan het wel, maar hey, het is niet allemaal even makkelijk. Naam zijn? Het is een andere dag, ik heb een andere outfit aan, omdat ik een aankondiging heb, jongen. Velen van jullie hebben geen 3000 serie videokaart. Ik heb samen met MSI, je voelt hem al aankomen of niet? Aankomende maandag 14 juni om 7 uur ga ik live op twitch.tv/morog. Kom me checken, linkje staat in de beschrijving, zet het in je agenda. En in die stream gaan we een giveaway doen. Namelijk, gaan we serieus een 3080 weggeven van MSI? Meen je dit nou? Look at him, de Gaming X Trio. 3080 jongens. En zoals je al weet, look at this. Hij heeft DLSS. Wees aanwezig. Nogmaals, aankomende maandag 14 juni. Om 7 uur gaan we beginnen met de stream. Maar je kan deze winnen, man. Je kan deze winnen. Let's go. Ik wil jou in ieder geval succes wensen met jouw nieuwe DLSS avonturen. Ik hoop dat jij nu ook wat meer weet over de achtergrond van dit en hoe het precies werkt. Als jij nog aanvullingen hebt, uiteraard mag jij een comment plaatsen. Als jij nog wat vragen hebt, mag dat ook. Heel veel gameplezier. Ga alvast je nieuwe game opstarten. En ga even kijken welke DLSS opties jij precies hebt en wat jij ermee kan. Want nu weet je er meer van. Ik zie je de volgende keer. Ik ga een gamepje opstarten, ja? Ik heb wel zin om een gamepje te spelen.